en start is gevallen. Paarden zijn onderweg. In het midden van de baan goede start van Liberty Twico. Die neemt de kop. Coraal D ligt op plek 2. Tara Michi derde. Daarachter aan de relingzijde volgt King Fanatic. En daarachter probeerde in te parkeren, maar dat ging net niet. Mercedes Star. Daarachter ligt Moonshine Meadow. En daarachter volgen nog twee paarden. Illegal Heyday en Let It Be Petnik. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En daar is de leiding nog altijd voor Liberty Twico. Gaat nu aan de buitenkant naar voren Tara Mirchi Galopade. Daar van de favoriet Moonshine Meadow. Moonshine Meadow springt weg. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. En ze zijn op weg naar de volgende bocht. En Tara Mirchi gaat daar de leiding zometeen proberen over te nemen. 13-4 is de tussentijd. Tara Mirchi, daarachter op plek 2 Liberty Twico. Aan de buitenkant gaat Mercedes Star mee naar voren. Daarachter aan de relingzijde Coraal D. Aan de buitenkant daarnaast komt Illegal Heyday naar voren. Wim Brouwer kijkt opzij, geeft een knikje naar Yannick Mollema. En Mollema reageert onmiddellijk en komt naar voren met Mercedes Star. Zo blijft er aardig wat tempo in deze koers. Het is Tara Mirchi aan de binnenkant, aan de buitenkant Mercedes Star. Achteraan gaat in het tweede spoor Illegal Heyday. Ook Let It Be Petnik schuift mee naar voren. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Het is Tara Mirchi aan de binnenkant, Mercedes Star aan de buitenzijde. Mercedes Star heeft wat moeite om er voorbij te komen, maar nu is het gelukt. Tussentijd 15-2 en zo gaan we de laatste kilometer in. Mercedes Star leidt, daarachter op de tweede plaats ligt Tara Mirchi. Dan Illegal Heyday, daarachter aan de relingzijde Liberty Twico. Let It Be Petnik schuift mee naar voren. Dan Coraal D, daarachter volgt dan aan de relingzijde King Fanatic en dan Moonshine Meadow. Zo gaan de paarden de rechterbocht door, de Z-Turf bocht. Mercedes Star pakt het bit aardig op en pakt nu anderhalve lengte voorsprong. Tweede plek is voor Tara Mirchi. Aan de buitenkant daarnaast ligt Illegal Heyday. En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. De vierde plaats voor Liberty Twico, dan Let It Be Petnik. Halverwege de rechterlijn overzijde komt nu dichterbij aan de buitenzijde Illegal Heyday. En de rest van het veld schuift nu ook wat naar voren. Tussentijd 17-5 en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Aan de binnenkant Mercedes Star, aan de buitenkant Illegal Heyday. Dat zijn de eerste twee. Derde aan de relingzijde Tara Mirchi en zo gaan ze de laatste bocht in. Moonshine Meadow laat nog veel snelheid zien, maar die was al uitgeschakeld. En ze zijn halverwege de Tjarda bocht. En nu komt de versnelling aan de binnenkant. Mercedes Star samen met Illegal Heyday en ze lopen ietsje weg bij de rest. Mercedes Star aan de binnenkant, Illegal Heyday aan de buitenzijde. Daar aan de buitenkant komt Let It Be Petnik en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Liberty Twico zoekt nu ook naar een gaatje. Leiding wordt daar overgenomen door Illegal Heyday. Illegal Heyday de nieuwe leider. Aan de buitenkant komt ook Liberty Twico. Aan de binnenkant Mercedes Star, dat gaat voor plaats. Twee. Illegal Heyday gaat hem winnen. Illegal Heyday, Liberty Twico op plaats 2. En de derde plaats daarachter is voor Mercedes Star. 15-3 voor de winnaar.